Welkom terug bij een nieuwe biermail video. Ja, je hoort het goed. Biermail is weer naar mij toegestuurd. Dit keer moet ik even kort uitleggen hoe dat is tot stand gekomen. Ik zag, het gaat over Kaapse Brouwers uit natuurlijk Rotterdam. Ik zag een week geleden of iets minder dan een week geleden een foto van hun nieuwe bier. En ik zei, dat lijkt me super tof om te reviewen voor mijn YouTube kanaal. En zij stuurde mij toen een privébericht op Instagram van, joh, we willen je wat blikjes opsturen van het bier. Geef me je adres. Dus ik mijn adres geven. En zo komt dit pakket vandaag met de postbode naar mijn huis. Dus hij is net binnen en ik denk, weet je, dan ga ik hem gewoon op YouTube gewoon inpakken, want ik ben... Ja, ik weet al een beetje wat erin zit natuurlijk, maar je weet het maar nooit, hè? Je weet het maar nooit hier al bij die bier unpackings van tegenwoordig. Kaapse Brouwers uit Rotterdam. Ik heb er, als ik denk, ik zit nu even te denken, heb ik wel eens bier van hun gereviewd op de tafel, maar eentje. Was dat niet met de moersleutel en boliewijn? Check. Heel veel karton. Heel veel karton. Ik zet hem even hier neer. Allemaal karton. Karton, karton, karton en nog meer karton. Dan hebben wij natuurlijk... Check. Bierviltjes van Kaapse Brouwers. Kaapse Calimero. Kaapse Calimero. En Kaapse Maria. En Kaapse... Maar ja, altijd handig om te hebben. Dit is, wat is dit? Dit is Kaapse Brouwers Muziek, Bier, Food, Pop Quiz. En more? Oké. Okay. Oktober. 10% korting. Hey. 10% korting. Er staat ook een mooie QR-code op, zoals jullie kunnen zien. En tof. Maar nu hebben we... Again... Karton. Maar waar het over gaat en karton, nee, dat was grappig. Waar het over gaat, ik zal het even uit het. Kan ik hem eruit halen? Ja, anders moet ik gewoon even de doos scheuren. Gaat het zo? Ja, het gaat zo. Doosje laten we gewoon lekker op de grond. Er zit een kaartje bij. Een kaartje. Waar het om gaat, leg het nog even opzij. Als hij niet valt, nee, hij valt niet. Greetings from Rotterdam, wish you were here. Check. En er staat... of course, staat nog wat op kaartje. Hey Menno, geniet van Jenny en ook twee van de... Sorry, hey Menno, geniet van Jenny, één, ook twee van onze herfstbieren. Matador en Ludwig. Kaapse Brouwers. Check. Nogmaals. Uit Rotterdam. Nu komt het waar het allemaal om draait natuurlijk. Bier. Bier ziet er lekker. Mooi pakketje. Ik zal ze even goed neerzetten. Uit Ziplats. En daar staat op hier al. Kaapse Kwartet. Het beste Rotterdamse bier van de wereld. Ik ga hem openen. Kaapse Kwartet staat hier ook nog op, zoals jullie kunnen zien. We gaan hem gewoon openen. Het is tijd om hem te openen, want anders gaat dit wel heel lang duren, denk ik. Het eerste bier wat ik pak is Kaapse Matador. Een Ruby Flutegrij Bok. En het wordt weer tijd voor bokbier, hè? Over een maandje ongeveer. Ik weet niet of ik het lekker in beeld krijg, misschien zal ik het even anders doen. Lekker geregeld, maakt niet uit. Zo is het beter, hè? Ja. Check. Dan hebben wij... oh, nice. Kaapse Ludwig Oktoberfest Lager van 6%. Check. Altijd wel herkenbaar van de blikken van de Kaapse. Bier nummer 3 is waar ik een bericht onder had gezet op Instagram van hun Kaapse Jenny Juice IPA 5,5. Ik denk dat ik ze wel zo neer kan. Ja, zo komen ze makkelijk een beetje. En we hebben hier nogmaals de Kaapse Jenny.
Van Kaapse Brouwers. Kaapse Brouwers. Check. Tof. Ik ga sowieso de Kaapse Jenny reviewen. En misschien nog een van deze twee. Laat het me weten hier beneden in de comments. Maar sowieso komt deze op het kanaal. Ik wil sowieso Kaapse Brouwers uit Rotterdam bedanken voor deze biermail. Hartstikke tof dat jullie dat... ik vind het vet. Ik vind het tof van jullie. Thanks. Ik ga er lekker van genieten. Dat ga ik zeker doen. En ik zal de website even voor Kaapse Brouwers hier beneden in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie even gerust rondkijken op de website. Ik zeg proost en tot de volgende keer. Maar weer hier bij Bier met Menno. Ik zeg... Hey, cheers.